Ik weet niet of ik me hier zorgen om moet gaan maken. Hallo kijkers van de Online Garage. Het is ineens prachtig weer geworden de afgelopen dagen. Dus ik ben flink wat video's achter elkaar aan het opnemen. Ik ben nou deze Strut Brace Bar die ik al een hele tijd heb. Die heb ik gekocht. Er miste een boutje. Of die zat vast. Zal ik nu even laten zien. Aan één kant van de Strut Brace is één zo'n sticky bout zat erin vast. Dus dat heb ik met een tang gewoon uit kunnen krijgen. Dus ik weet niet hoe die bout is gebroken. Want ik kon hem gewoon draaien met een tang. En toen kwam die er prima uit. Dus dit stukje is eruit. Dus nu kan ik er een normale bout in doen. En is die helemaal prima. Maar wat houdt dit geval nou in? Het is een soort metalen buis. En die komt tussen deze twee veerpoten. Daar zitten zeg maar de veren, die komen daar het chassis binnen. Als je dat een beetje voor je ziet. Niet iedereen is even technisch die dit kanaal kijkt. Maar als je het begrijpt, dan begrijp je het. En dit komt, volgens mij breek ik letterlijk mijn kentekenplaat af met mijn knie. Maar dat maakt niet uit. Dit komt op deze manier tussen die twee veeroverbrugpunten. En dit maakt het chassis stijver. Dat betekent dat hij minder kan torderen. Zo moeilijk woord man. En dat maakt eigenlijk alles sterker. Dus als je een bocht neemt kan je het misschien gaan voelen. Deze dingen zijn vaak wel beter als hij drie punten heeft. Dus als hij ook nog langs het schutbord gaat en zich vasthoudt. Maar op deze manier zou het ook al redelijk goed moeten zijn. Of ik het echt ga merken weet ik niet. Maar wat wel belangrijk is, is met het installeren dat de auto vlak staat. Anders dan trek je hele chassis juist scheef in plaats van recht. Die balk die wordt vastgemaakt aan deze twee veerpuntbouten en dat moertje moet er dus af. Dan zal niet de hele auto uit elkaar vallen omdat die zeg maar nog in elkaar staat. Deze zit gewoon netjes hier doorheen en dat moertje kun je er veilig afhalen. En dan zet je hem eroverheen en dan zet je het moertje weer vast. Dus ik begin met deze moertjes loshalen en misschien zitten die wel moervast. Zoals ik al had voorspeld, zitten deze moeren moervast en denk ik dat dit project weer even uitgesteld wordt, want het blijft een uitstapproject. Ik heb dat ding al maanden liggen, maar nu wou ik het eindelijk gaan doen en zitten deze dingen vast. Dus ik ga even met WD-40 proberen, maar ik zie de kans klein. Ik had bijna opgegeven, maar ze zijn er toch af. WD-40 even goed laten inweken en ze zijn er allemaal af. Er staat hier heel duidelijk op right hand en dit is de right hand side of the car. En ik heb hier zo zit hij heel mooi, die twee dingetjes zitten door de gaten. En als ik naar de andere kant ga, dan lijnt dat niet uit. Haha, dat is mooi. Net niet. Maar ik kan deze boutjes loshalen, er komt er net iets speling in en ik denk dat dat genoeg is. Het is namelijk ook niet de meest rechte. Het zou kunnen zijn dat deze in een auto heeft gezeten die in een ongeluk is geweest. Of dat mijn auto gewoon niet helemaal recht is. Dat kan. Ik maakte aan deze kant deze twee boutjes los en toen knalde die eigenlijk meteen naar binnen. Dus dat werkt helemaal top. Nu moet ik eventjes ook aan de andere kant die twee losdraaien. Zodat ik zeker weet dat hij helemaal lekker recht zit en op zijn plek zit. En dan kan ik deze moeren er weer op gaan doen. Nou, dit was het einde van mijn action gereedschap. Die is nu kapot. Gelukkig was hij maar 2 euro en kan ik gewoon een nieuwe kopen. Zo, alles zit weer terug in elkaar. Mooie schaduw van mij. Deze moertjes daar zitten er weer op. Deze heb ik weer vastgedraaid. Je ziet ook dat hij ietsjes van zijn plek af is. En dat komt omdat hij zo beter op mijn auto past. Daar is hij ook voor gemaakt. Want die gaten daar zijn zeg maar groter. Zodat je hem kan aanpassen. Want niet iedere auto is precies hetzelfde. En ja, het ziet er heel netjes uit. Het is heel stevig. Kan er de hele auto waarschijnlijk mee optillen. En ja, helemaal mooi. Trouwens, hier een update over. Ik krijg nieuwe van de cabriohoeven. Ik heb ze een mail gestuurd en ze zeiden ja, we sturen nieuwe op. Dan doe je de blanke lak overheen en dan roesten ze niet. Het is prachtig weer, dus ik ga mijn dakkie lekker open doen. Ik heb mijn GoPro opgehangen. Mijn dakkie doet altijd vet vervelend hier. Ik heb mijn GoPro opgehangen, zodat jullie mijn eerste reactie kunnen zien. Dat zijn mijn nieuwe GoPro dingetjes die ik heb ge-3D print. En die kan ik in die dingetjes bouten waar de zonneklep eerst hing. We gaan meteen het eerste heuveltje op, het parkeerplaats uit. Dus ik voel misschien iets, misschien voel ik wel helemaal niks hoor. Ja, ik voel het wel. Misschien. Het is een flinke heuvel, schuin. Ik heb het idee dat ik hier met drempels in de wijk, dat ik er wel iets van merk. Maar ik weet niet of dat heel positief is ofzo. Maar het lijkt ietsje steviger te voelen. Maar misschien is dat ook een soort placebo effect. Het is echt
prachtig weer. Ik wil best wel vaker van dit soort video's doen waar ik gewoon een rondje rij met een camera. Ik weet niet of het interessant is, maar misschien is het leuk. Waarschijnlijk is er voor jullie echt niks aan. Het is alleen voor mij leuk. Mijn motor is ook nog niet helemaal warm, dus ik kan nog niet vol gas alle bochten nemen. Maar ik heb het idee dat hij daar in de bocht dat hij toch wel ietsjes steviger voelt. Maar nogmaals, het kan ook placebo effect zijn. Nu trouwens op een plek waar een vriend van mij, Misha, laatst met zijn MX-5 dit stoplicht hier heeft geraakt. Ik wou daar niet een hele clickbait video van maken, gewoon eigenlijk uit respect voor Misha, want die was daar natuurlijk niet zo heel blij mee dat gebeurde. Maar als je het toelaat, dan heb ik hier wat beelden van toen dat net gebeurd was. Het is best wel kut eigenlijk, want zijn MX-5 zit best wel flink in de kreukels. De frame rail waar de motor aan hangt, die is ook een beetje gebogen. Dus dat moet recht getrokken worden, al wil hij het laten repareren. Want hij weet nog niet of hij het wil laten repareren of een nieuwe MX-5 kopen. Want het is best veel schade en het zal best veel kosten om dat te laten repareren. Daar wil ik het ook bij houden voor deze video. Doe een like op deze video, een nieuwe strut brace. Ik weet niet of het nou echt iets is of dat het een placebo effect is. En dan zeg ik tot de volgende video. Oh ja, en abonneer natuurlijk voor meer van dit soort video's van mijn 500 euro MX-5. Ik heb voor 500 euro gekocht en hij rijdt nog steeds. Dan zeg ik tot de volgende video. Dag!